Ik krijg de indruk dat orgaanvlees steeds minder gegeten wordt in Nederland, terwijl je er echt best wel lekkere dingen mee kan maken. Zoals je hier ziet, bijvoorbeeld de kippenlevertjes met een lekkere frisse salade. Daarvoor maak je eerst de piltjes schoon, die blancheer je gedurende 2 minuten. Dan maak je de levertjes schoon, dus bewaar alleen de schone delen. Kippenlevers marineer je dan in olie met rozemarijn. Die heb je eerst fijn gehakt natuurlijk. Dan zet je een uur in de koelkast. Dan bak je ze in de pan. Na 1 of 2 minuten voeg je het zout toe en de rode peper. En die bak je dan gedurende 5 minuten ongeveer. Dan verwarm je de rode wijnazijn. Dan doe je een scheutje olie bij. Dan haal je gelijk van het vuur. Het gaat erom dat het een beetje verwarmd wordt, niet per se te koken. Dan ga je verder met de salade. Daarvoor doe je het roodlof, de waterkers, de pultjes bij elkaar. Daar gaan dan de gebakken leefjes overheen en je maakt het af met de dressing. Eventueel strooi je dan nog croutons over en je serveert deze heerlijke salade met brood.